8.30 heb ik hier, daar ga ik nu beginnen. Goed, of lopen jouw 10 minuten al? Die lopen al, hè? Dan ga ik iets sneller praten. Mijn naam is Ronnie Overgoor. En samen met Quadia Web TV ben ik eind 2008 Blueshots TV gestart. En ik ben er trots op deze case te mogen presenteren. Trots, omdat ik denk dat we met Blueshots TV symbool staan voor een veranderend medialandschap waarin nieuwe spelers op nieuwe manieren met nieuwe modellen nieuwe vormen van televisie gaan maken. Het ontstaan, en ik ga snel, van Blueshots TV gaat terug naar 2005. In dat jaar start ik mijn eigen online talkshow Pitch Talk. Niet gehinderd door enige kennis en enkel gedreven door de drang om inhoudelijk gave gesprekken te voeren. En gedreven door het feit dat online televisie mogelijk was. Het was allemaal niet perfect, maar vanaf dag 1 waren de gasten en de onderwerpen waanzinnig boeiend. Na een tweetal jaren startte het gesprek en verhuisde ik met Pitch Talk naar deze tv-zender. Deze ervaringen bij elkaar zorgden ervoor dat in het voorjaar 2008 het plan van Blueshots TV ontstond. En samen met Quadia Web TV werkten we de plannen uit en startten we eind 2008 met de eerste programma's gebaseerd op de eerste €180.000 die we van een tweetal sponsors binnenhaalden en op basis van het idee alleen al. De omzet van het eerste jaar kwam uit op ruim 2,5 ton. Voordat ik wat meer vertel over Blueshots TV wil ik het eerst nog even met jullie hebben over de oude vormen van televisie maken. Want hoe lang nog het niet meer van deze tijd publieke bestel, waar het aantal leden de hoeveelheid zendtijd bepaalt voor een vereniging en netmanagers een discutabele invloed hebben. Hoe lang nog dat tientallen omroepverenigingen met veel te veel personeel bijna €700 miljoen aan overheidssubsidie op mogen maken, samen met de sterinkomsten zo'n €900 miljoen. Omroepverenigingen die hun bestaansrecht danken aan een maatschappelijk belang dat ze ooit hadden, vroeger, in een vorige eeuw. Hoe lang nog dat partijen als Telegraaf Mediagroep het systeem mogen misbruiken en met behulp van hun commerciële bereik nu met publiek geld televisie kunnen gaan maken ten behoeve van pluriformiteit, diversiteit en kwaliteit. Right. Hoe lang nog een commissariaat voor de media en de naleving van haar mediawet, die als het een beetje tegen zit, zich ook nog gaat bemoeien met online televisie, iets dat ik bestempel als een zinloze en niet realistische ambitie. Hoe lang nog het oldschool distributiemodel van televisie en het ridicule feit dat er programmadirecteuren zijn die jaarlijks meer dan 50 programmaraden in hun landen moeten bezoeken, fysiek, om het voor elkaar te krijgen dat ze überhaupt op de kabel komen. Hoe lang nog krapte op de kabel waarvan ik de leverancier als consument niet eens zelf kan kiezen. Ruud Hendricks meldde me een jaar na de oprichting van het gesprek met een verbeterd gezicht vol met figuurlijk bloed, zweet en tranen dat hij maar liefst 90% bereik had in Nederland. Waarop ik zei, goed gedaan, Blueshots TV heeft 100% bereik vanaf dag 1 wereldwijd. Hoe lang nog de kijkcijfersobsessie gebaseerd op een paar domme kastjes in huiskamers, waarvan ik er overigens nog nooit in heb gezien en ik ook nog nooit iemand heb ontmoet die erin heeft, waardoor mijn conclusie is dat ze niet eens bestaan. Kijkcijfersobsessie dus, die ervan uitgaat dat commerciële televisie enkel en alleen gaat over een zo groot mogelijk en massaal bereik. En de programma's dus moeten beschikken over de kenmerken domheid, passiviteit en eenheidsworst. Wat resulteert in randdebielen die met zilveren pakjes aan de pieps gaan springen. En andere meuk-tv die ervan uitgaat dat ik zwakzinnig ben. En hoe lang nog tussen de programma's door verplicht kijken naar de reclame die er eveneens vanuit gaat dat we niet sporen en beschikken over een IQ van 12. De cijfers spreken mijn opwinding echter tegen, want de zilveren pakjes werden in de eerste aflevering door bijna 2 miljoen mensen bekeken. Moeten we dan concluderen dat het Nederlands publiek inderdaad een dermate laag IQ heeft? Of is het principe van Julius Caesar met zijn brood en spelen? Of het businessmodel van McDonald's met zijn junkfood? Ik en met mij vele professionals hebben naast de Big Mac en het hedendaagse amfitheater dat televisie heet behoefte aan andere kost. Over programma's met een paar honderdduizend kijkers wordt door de televisiewereld geringschattend gedaan. Logisch, vanuit de perceptie van het huidige businessmodel met bijbehorende P&L. Maar toch, een paar honderdduizend kijkers. Wat zal de televisiewereld zeggen van programma's met een paar duizend kijkers? Blueshots dus. Blueshots TV is een tv-station dat zich richt op young creative professionals. Mensen wiens televisie niet Philips heet, maar Dell, Apple of iPhone. Waarvoor het woord zender is vervangen door site of app. En waarvoor de tv-gids al lang is vervangen door social media. Een doelgroep voor wie huidige televisie echt al verouderd is. Professionals die intelligent, goed opgeleid en open-minded zijn. Een doelgroep die op weg is naar de bestuurskamers en directiekamers en beseft dat het anders moet en anders kan. Een positief en eerlijk ingestelde doelgroep die meer wil dan een tv-station met het nieuws van de dag en de beurskoersen. Een doelgroep die geld heeft en dat besteedt. En een doelgroep vol met mensen met invloed op hun peers.
Mensen die geïnteresseerd zijn in thema's als media, ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid en creativiteit. Een doelgroep die informatiehongerig is en die alles al had. Websites, events, blogs, boeken, magazines, maar nog geen tv-station. Nu wel. Een tv-station dat ze kunnen gebruiken op elk moment van de dag, waar ze willen, mits connected, maar dat zijn ze allemaal. Bluesos maakt nu nog veelal vanuit de studio of vanaf een live event programma's voor deze doelgroep. En Bluesos kent een simpel distributiemodel, IP. In goed Nederlands, het internetprotocol. Langs dit distributiemodel is Bluesos TV wereldwijd toegankelijk in beeld en of geluid. Via het web, via mobiel, via alles waar AI voor staat. En inmiddels ook via de good old televisie. Aangezien ook deze meer en meer is voorzien van dat eerder genoemde IP-protocol. Een ontwikkeling die pijnlijk duidelijk maakt hoe overbodig andere distributiemodellen zijn. Daarnaast hanteert Bluesos het principe van delen is vermenigvuldigen. We zitten dus niet bovenop onze content en onze rechten, al doen we de exploitatie graag zelf, maar verspreiden deze zo proactief mogelijk. Er worden programma's van Bluesos uitgezonden op Het Gesprek, wekelijks gepost op Marketing Facts en al onze content wordt eenvoudig door syndicatie via widgets, RSS en media's, Twitter verspreid. En dan het fenomeen bereik. Kijk eens om je heen. Allemaal professionals, bij elkaar zo'n pak een beet, 100 in aantal. Interessant voor partijen als NRC Media, voor United, voor VDBJ, voor Hemels Publishers en speciaal voor Leon voor Marketing Tribune. B2B marketeers weten hoe interessant, maar ook enorm moeilijk het is om gerichte zakelijke doelgroepen te bereiken en hebben daar veel voor over. Want hoeveel zijn jullie vandaag per persoon waard in euro's? Een tientje? 100 euro? Er zijn veel bedrijven die graag in contact komen met jullie, maar met enkel plat adverteren, het ophangen van banieren en zinloze standjes krijgen we jullie nog maar lastig geboeid, laat staan dat we jullie nog kunnen raken. Hier komt Bluesos TV in beeld. Want jullie zijn informatiehongerig en hebben behoefte aan relevante content, waardevolle contacten, inspiratie en verdieping. Die vind je hier, hopelijk, op dit congres en die vind je op Bluesos TV. Honderden interviews, programma's en talkshows inmiddels met ondernemers, architecten, creatieve bureaudirecteuren, vrouwelijke ondernemers, innovators en jonge honden. De kern van ons businessmodel is dus niet het bereiken van miljoenen mensen, maar het bereiken van honderden tot duizenden en wellicht tienduizenden professionals. Daarom is bij Bluesos TV ook net als bij onze collega's van Het Gesprek tijd voor lekkere lange gesprekken. Toen ik net begon, zei iedereen, tv op internet, dat mag niet langer duren dan 3 minuten. Ik ga in gesprek met pak een beet, Erik van Staden van SBS, om te praten over tv en ik mag daar maar 3 minuten over doen. Doe normaal. Veel mensen mailen me nu hoe blij ze zijn met Bluesos op hun iPhone. Iedere dag in de trein, lekker talkshows kijken, tijd zat. Of een programma op de achtergrond zetten terwijl je werkt en enkel luisteren. Er is geen platform die de ruimte en de tijd biedt voor dergelijke waardevolle content. Het leven is al soundbitey genoeg. Bluesos TV wil graag slow food zijn. Redactie hebben we op dit moment niet. We zijn ook geen journalisten. We zijn ondernemende professionals en ook onze presentatoren zijn dat. Gepassioneerd over hun vak en hun expertise. Praten met vakgenoten. Subjectief? Jazeker. Maar dat is interessanter dan een goed ingelezen journalist zonder passie voor het onderwerp. Het ontbreken van een enorme redactie raakt een ander belangrijk aspect van het businessmodel, de kosten. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat een compact studiootje, 4 camera's, 3-man crew voor een paar duizend euro te huren is per dag. Op zo'n dag produceren wij 10 tot 12 programma's. Kosten decors zijn minimaal, het gaat om de content. Pas geleden nog schoten we het eerste Bluesos programma met onze nieuwe host, Oma Kabiri. Jonge vent die vorig jaar bijna nationale bekendheid kreeg door met behulp van 1 brutaal sms'je met Branson mee te vliegen in zijn privéjet naar de inauguratie van Obama. Omar staat voor mij symbool voor het DNA van Bluesos TV en samen harkten we in 10 minuten een decor bij elkaar uit het pand van United waar we opnamen. Tafeltje, paar stoeltjes, glas water en draaien. Target eind 2010, 1 opnamedag per week, over de 300 uur televisie op jaarbasis, een omzet tussen de 5 en de 8 ton voor een gezonde exploitatiebegroting, honderden tot tienduizenden kijkers per aflevering, los van de longtail en de brand value van Bluesos TV. De schaarste in de wereld van vandaag is aandacht. Helemaal onder professionals zoals jullie. Die waardevolle aandacht gaat Bluesos TV verdienen door uit te groeien naar een merk dat produceert, publiceert en exploiteert en een plek verdient in het dagelijks leven van de professional anno 2010 en verder. Er is een nieuwe generatie kanalen, een nieuwe generatie doelgroepen, een nieuwe generatie makers en een nieuwe generatie adverteerders en partners. Bluesos TV is pas net begonnen. Dank jullie wel voor jullie waardevolle aandacht. Dankjewel, Ronnie.